Het begon eigenlijk allemaal toen mijn relatie met mijn vriendin uitging. En toen ben ik uiteindelijk bij mijn ouders weer terug ingetrokken. Het ging helemaal niet goed met mij in die periode. En in diezelfde periode heb ik ook toen mijn sleutelbeen gebroken. En omdat ik in de stijgerbouw werkte, dan had dat nog wel impact. Want ja, ik kon toen mijn werk niet meer goed doen. En toen ben ik dus op de heftruck terechtgekomen. En ja, dan ga je van 600 per week naar 250 per week. En dat is nog wel een flinke klap. Dus ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Want ik ben ook toen gestopt met rekeningen betalen. En ja, vanaf daar ging het allemaal van kwaad naar erger. Ik heb niet zelf hulp gezocht. Dat heeft toen mijn moeder gedaan. Dat deed ze 2 maanden voordat ze overleed. Dus mijn moeder is overleden. En ze heeft eigenlijk toen dat in gang gezet. En via haar, wat zij toen gestart is, ben ik in aanraking gekomen met de juiste instellingen, met de juiste hulpverleners. Ja, daar kreeg ik toch wel echt de hulp die ik nodig had van de maatschappelijke werkers. Ik kende de verhalen van een aantal mensen die al onder bewindvoering stonden en al jaren en nog steeds in de schulden zaten. Dus ja, ik was erg sceptisch in het begin, maar mijn maatschappelijk werker heeft me toen echt op het hart gedrukt van luister, als we iemand begeleiden, dan steken we onze handen echt voor die persoon in het vuur. Ja, dan dat heeft mij toch over de streep getrokken om er toch mee te gaan. Ik krijg de post niet meer thuis. Dat scheelt al een hele hoop. Dat geeft rust, want dan weet ik in ieder geval, er wordt naar gekeken, maar niet door mij. Als je dan naar kijkt, dat geeft gewoon rust. Daarnaast krijg ik maar 50 euro per week om van te leven. Mijn vader staat ook onder bewindvoering en die krijgt 60 euro per week. Van tevoren gaf ik gewoon geld uit. Ik dacht er niet heel erg over na en boeide me allemaal niet zoveel. Maar ja, sinds dat we deze stappen gezet hebben, besef ik pas wat geld eigenlijk waard is. Rondkomen van 50 euro in de week, dat is echt lastig. Goed, ik ken ook gezinnen met kinderen, die moeten dan rondkomen van 70 euro in de week. En ik heb geen flauw idee hoe ze het doen. Het is gewoon heel weinig, want ja goed, ik werk nu weer en dan moet ik ook brood meenemen naar mijn werk. En ja, als ik naar de winkel ga en ik heb een brood en wat kaas in mijn winkelmandje, dan kan ik ophouden. Want ja, je zit al heel snel aan dat maximale bedrag van die 50 euro. Ik kan niet echt zeggen dat het invloed heeft op mijn sociale leven, want ja, ik kom nog steeds op heel veel plekken. Vroeger ging ik vaak naar de bioscoop, naar het café en ik bolde heel veel. Maar dankzij alle strenge coronamaatregelen werd dat gewoon op een lager pitje gezet. Dus ik denk dat het wel iets makkelijker geworden is daardoor. Maar nu de versoepelingen eraan komen, dan ben ik benieuwd, want dan ga ik het waarschijnlijk wat zwaarder krijgen. Ja, mijn vrienden weten van mijn financiële situatie. En ja, daar schaam ik me ook niet voor. Ik ben eigenlijk juist heel trots en heel blij met wat ik tot nu toe met alle hulp die ik krijg bereikt heb. Ja, de toekomst ziet er ook wel wat fijner uit. Ik heb een 0-urencontract, ik werk weer. En ik hoop dat als ik daar een vast contract kan krijgen, dan wil ik ook wel echt die 40 tot 60 uur in de week weer gaan werken. Dus dat biedt perspectief in.